Eten koeken, ja, dat is vaak in een druk gezin met mm -hmm. uh, heel veel sporten en werken en zo mm -hmm. best een uitdaging, mm -hmm. en uh, ja, uiteindelijk komt het dan vaak op het laatste moment neer. Uh, hoe kun je dat anders aanpakken? Ja, ja. Uh, hoe kun je dat anders aanpakken? Nou, wat ik zelf we, wel eens gebruik, is dat ik een, een maaltijdplanner gebruik of een weekplanner. Mm -hmm. um, ik heb hier een hele mooie. Dat is echt een, uh, nou, een grote. Daar kun je heel makkelijk uh, in plannen um, wat je gaat eten. Um, en ook wie daarvoor zorgt. Hè? Um, en welke boodschappen dat je, dat je nog moet doen, wat je nog niet wil vergeten. Dus dat is echt handig om te gebruiken. Um, ik adviseer dan altijd om bijvoorbeeld het weekend van tevoren. De planner erbij te pakken en samen met je partner of met andere gezinsleden af te stemmen: van, Goh, hè, wat, wat gaan we deze week eten? Uh, maar het is fijn om iedereen erbij te betrekken. Dan heeft iedereen ook uh, invloed hè, op wat, uh, wat er gegeten wordt. Dat bijvoorbeeld ook ja, iedereen. Ja, absoluut. Ja, zeker. En ook op basis daarvan kun je ook heel makkelijk de boodschappen doen. Dus kun je je lijstje maken. Ja. En we weten uit de je ook: boodschappenlijstje maken. Ja, dus dat is ja, goed ja deed. absoluut, absoluut. Zeker nu, hè, we ervaren allemaal toch wel dat het uh, echt wel duurder wordt hè. als we gaan shoppen, als we boodschappen gaan doen. En we, we weten gewoon dat als we de maaltijden plannen, dan uh, koop je gericht wat je nodig hebt, uh, is er minder verspilling, gaat er minder over de datum, gebruik je datgene wat je in huis hebt gehaald, en dat zorgt ook voor een kostenbesparing. Dus dat is altijd goed om te doen. Ja, ja. ja. Oké, okay, dus plannen, boodschappenlijstje ja. maken en ja. op deze planner staat ja. ook. Wie? Ja, dus, ja Wie? Ja, uh, dus ja. In, uh, in jouw idee zijn er meerdere mensen die koken in het gezin? Ja, nou, de meeste gezinnen zijn druk. Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar ja, ja, wel, redelijk ja, druk. Ja, ja, ja. Zeker. En zeker als de kinderen een bepaalde leeftijd hebben. Kijk, als ze, als ze klein zijn kunnen, kun je ze erbij betrekken en zijn ze al wat ouder. Dan is het ook wel heel fijn als jij een keer als moeder bijvoorbeeld niet hoeft te koken. Mm -hmm. En dat een van de andere gezinsleden het koken overneemt voor die dag. Uh, en dan zorgen ze ook zelf dat alle spullen er zijn. Hè? Dat, dat hebben ze doorgegeven aan jou. Of dat staat op het boodschappenlijstje. Ja. Ze gaan zelf voor de maaltijd zorgen. En zo heeft iedereen in het gezin een aandeel. Um, en ik, ja, ik, ik vind dat een goede zaak in de zin van hè, dat, dat je niet zelf altijd zeven dagen in de week uh, voor het eten hoeft te zorgen. Ja, ja. ik ben.